Als de huisarts of een ander specialist denkt aan de diagnose darmkanker, dan is het onderzoek wat daarvoor nodig is een colonoscopie. Dat is een onderzoek van de dikke darm. Daarvoor wordt degene die onderzocht moet worden verwezen naar onze polykliniek. En dat kan bij een van de specialisten zijn. Maar als er bijvoorbeeld een bloedverlies is en iemand is boven de 50 jaar bloedverlies bij de ontlasting, dan hebben we liever dat het wat sneller gaat. Dan gaan we om de wachtrijen heen en dan komt iemand eerst bij een verpleegkundige. De verpleegkundige die legt dan precies de procedure uit en dan wordt een afspraak gemaakt op hele korte termijn voor een darmonderzoek. Het darmonderzoek gebeurt bij onze endoscopiekamers. Het is belangrijk bij het darmonderzoek dat de darm heel schoon is. We kunnen niet een goed darmonderzoek verrichten als dat niet het geval is. Dat betekent dat daarvoor een voorbereiding nodig is. Dat is laxeermiddelen en laxerende pilletjes. En als die darm dan helemaal schoon is, kom je opdagen op het onderzoek. Krijg een infuusnaaltje, gaat slapen. Of in elk geval in een soort roes kom je dan. En dan doen wij darmonderzoek. En het darmonderzoek bestaat uit eerst dat we even voelen van de achteren. We brengen glijmiddelen in. En dan gaan we vervolgens met een dunne slang met een videocamera aan de tip. Kijken we de hele dikke darm na. Als er afwijkingen zijn in de darm, dan nemen we er ook weefsel van af. En als er voorstadia zijn van darmkanker, dat heet dan polypen, dan nemen we meteen die polypen, halen we die weg. We proberen alles wat we kunnen doen in één sessie te doen. Na zo'n darmonderzoek is het een kwestie van uitslapen op de afdeling, want de slaapmiddelen werken even door. Dat duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Daarna moet iemand anders met de patiënt mee naar huis. Als er darmkanker wordt gevonden tijdens het darmonderzoek, dan wordt direct een aantal onderzoeken aangevraagd. Als het dikke darmkanker is, dan worden CT-scans aangevraagd van de buik en van de borstkas om te kijken of er ook uitzaaiingen zijn. Als er daarentegen en darmkanker is, dan wordt dezelfde scans gedaan, maar ook een MRI-onderzoek of een inwendige echografie van de anus. Om te kijken van hoe ver gevorderd de kanker is. Met al die uitslagen komt de patiënt bij ons op de polykliniek de week erop en wordt het besproken. En vervolgens wordt alles multidisciplinair besproken met een oncologisch team. En dat gaat dan ook samen met het LUMC, het Academisch Ziekenhuis in Leiden.